Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt nadat mensen te water waren geraakt tijdens het kunstfestival Wereld van Witte de Wit in Rotterdam. Er waren 20 mensen gaan staan op een ponton waarmee bezoekers zichzelf met behulp van een touw over de Westersingel konden trekken. Het ponton kantelde onder het gewicht van de massa en alle mensen kwamen in het ondiepe water terecht. Ze konden zelf op de kant klimmen. Toch kwamen 5 politieauto's, 2 brandweerwagens en 2 ambulances ter plaatse. En ook zijn duikers van de brandweer voor de zekerheid de Westersingel ingegaan om te kijken of er nog mensen in het water waren achtergebleven. Dat bleek niet het geval. Het is dit jaar voor de 11e keer dat het festival Wereld van Witte de Wit wordt gehouden. Tijdens deze editie staan jonge Rotterdamse kunstenaars centraal. Het festival duurt nog tot en met zondag. De SS Rotterdam heeft een nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen. Het is Roland Wonderlek. Hij is vooral bekend als algemeen directeur van Rotterdam Die Heek Airport. Zijn voorganger, Onno van der Brink, trad op 1 juni terug. De belangrijkste taak voor Wonderlek is om het schip de SS Rotterdam op termijn te verkopen. Zijn nieuwe functie heeft geen gevolgen voor zijn baan bij Rotterdam Airport. Prins Willem-Alexander heeft vanmiddag de tentoonstelling Laurenskerk Rotterdam, een monument vol verhalen, geopend. Het is een meerjarige tentoonstelling die laat zien wat voor stad Rotterdam was voor het bombardement. Er zijn zo'n 20 verhalen te horen en te zien in de nissen van de Laurenskerk. De nissen zijn omgebouwd tot 10 kleine musea. Een vrachtwagen is op de Van Brienenoordbrug richting Rotterdam tegen een lijnbus gereden. Dat gebeurde in de file op de A16 net voor de afslag naar Capelle aan de IJssel. De bus tikte weer een personenauto aan die daarvoor reed. De bus van maatschappij Q-Bus zat vol op het moment van de aanrijding. Niemand raakte gewond, wel is een kind ter observatie naar het ziekenhuis gebracht. Ook de bestuurder van de personenauto en de vrachtwagen zijn ongedeerd gebleven. De passagiers hebben met een andere bus hun weg kunnen vervolgen.